Aanstaande zaterdag gaat op het Nederlands Filmfestival de horrorfilm Horizonica in première. Het is de grootste, volledig door vrijwilligers gemaakte film uit de Nederlandse geschiedenis. Maker is Ramon Edman en Rob Stenders. DJ is een van de hoofdrolspelers. Maar Ramon, ik begin met... Hoofdrolspelers? Even de medespelers. Oh, 10 seconden heb ik, geloof ik. Wat zeg je? 10 seconden, hoofdrolspeler vind ik wel veel. Oh, zo weet je aan ons verkocht. Maar dat maakt niet uit. Oh, 1236 mensen werken ermee. Dat zijn uiteraard niet alleen acteurs als Rob, maar ook de ploeg, de crew. Ja. Allemaal voor noppers. Absoluut. Afgelopen 4 jaar hebben we met een heel enthousiaste groep een film gemaakt. En het is eigenlijk begonnen als een impulsieve actie. Want ik had in 1999 zoiets van, ik ben nu 21 jaar en ik kijk heel veel videobanden, maar ik wil mijn droom achterna, een film maken. Ik stond er buiten in de sterrenhemel. Ik dacht van, hoe ga ik dat aanpakken? Mm-hmm. Ik begon heel klein met een postertje in de kaart te zetten. In de kroeg opgehangen en in 3 maanden tijd kwamen er 2 vrijwilligers op af. Maar helemaal blij, yes, yes. En op het postertje stond de naam van de film al? De film, Horizonica, zoekt figuranten, cast, crew. En het is heel klein begonnen als een jongensdroom. En ja, dat was in 1999. En nu kijk je dus 6 jaar later, hebben er 1236 vrijwilligers meegewerkt. En zitten we hier bij De Wereld Draait Door. We draaien volgende week op het Nederland Filmfestival. Ja. We hebben 10 bekende Nederlanders meegewerkt. We hebben alles voor elkaar gekregen, van Dolly Kraan op de set, tot en met gave locaties waar we konden filmen. Hm. Allemaal anti-kraakpanden. Maar Ramon, wat heb jij dat al die deuren opengaan en dat Rob Stenders zegt, jongen, ik doe mee. En niet alleen Rob. Nou, ik denk puur enthousiasme. Ik denk, als je een droom hebt, je wil helemaal voor je droom gaan en je straalt het uit, dan krijg je dus dat andere mensen ook worden aangestoken door het virus, zo noem ik het. Ja. Het enthousiasme. En die hebben ook zoiets van, wow, vet, ik wil ook meedoen. Mijn buurvrouw wil meedoen, oh, die wil wel de make-up doen. En zo is het allemaal gegaan. Dus en we hebben het nogmaals over een grote film die straks in Utrecht in première gaat. Klopt. Ja. We gaan een klein stukje zien. Het is, horrorfilms zijn snel verteld. Het zijn 2 groepen studenten die worden in een bos gedropt. Klopt. Weinig en ze moeten uit dat bos zien te komen. En dan is er ondertussen komt er een virus dat bos in, dat weten ze niet. Nou, een virus steekt de kop op in de bewoonde wereld door de waterleidingen. En iedereen muteert als een zombie. Alleen de mensen die nog geen zombie zijn geworden, die proberen dus te overleven. Allemaal in dit bolletje bedacht? Nou, met heel veel vrijwilligers hebben we heel veel vrijwilligers bedacht. Absoluut. Ja. Oké, okay. We gaan kijken naar een scène, Rob, om jou die 10 seconden gaan we nu zien, geloof ik. Ja. Hey schat, waar blijf je nou? Is er iets? Nou, Rob, ik zie het nu. Dat is een karakterrol, hè? Dat is niet makkelijk. Nee, dat klopt. Om zo te moeten schrikken. Ik ben blij dat jij dat talent onmiddellijk ontdekt. Ja. Stond het, was het in 1 keer goed of was dit echt? Het was niet in 1 keer goed. Nee. We hebben er wel 7, 8 over gedaan. Nou, geen maar het komt door het licht natuurlijk en het geluid. Ja, hè? Ja. Waarom is het, Gert-Jan, waarom is het dat er nu op dit moment 3 Nederlandse horrorfilms in de bioscoop staan? Het zal wel in de air zijn, maar toen jij kreeg het idee 4 jaar geleden, moeten dus 3 andere regisseurs ook op hetzelfde moment hetzelfde idee hebben gekregen, we gaan een horrorfilm doen. Dat het is vooral denk ik uit de jeugd, want alle mensen die nu een horrorfilm hebben gemaakt, die waren ook net als mij toen echt fan van Freddy Krueger, film van George A. Romero. Toen ze gewoon in de jaren 80 die films keken. En die hadden ook zoiets van, ooit wil ik ook zelf een film maken. En horror is toch nog eigenlijk niet zo bekend in dit land. Hou jij ervan, Gert-Jan? Nou, films als Psycho bijvoorbeeld, dat is echt fantastisch. Maar verder, Paul Groot, hou jij van horrorfilms? Nooit, nee. Nee? Owen Schumacher? Nee, niet aan mij besteed. Maar dit vind ik wel een heel leuk project. Dit vind ik wel een heel leuk project. Ja. Jij kijkt volgens mij alleen maar naar horrorfilms, of nou, de laatste jaren heb ik bijna echt helemaal geen tijd om te kijken. Want ik ben zo dag en nacht met die film bezig, met al die schrijvers. Ik heb het geschreven met een heel team. Met nog iemand. Ja, ik heb uiteindelijk met een hele... Heb je bij filmschool ben je daar geweest? Nee, helemaal niks. We hebben het uiteindelijk met een... En dan gaat hij in Utrecht, dus er moet een goede film zijn, anders gaat hij in Utrecht in première. Ja, en? De titelsong gezongen door Henk Westbroek, ook voor Nop, neem ik aan? Helemaal voor Nop. En daar is ook weer een clipje van. Ja, Westbroek zingt volgens mij altijd voor Nop. Oh, die zingt altijd voor Nop, dat is feit. Maar het leuke is eigenlijk... Die heeft wel wat en het monster van Frankenstein. Maar ik zou nog voor zijn miljoen een zombie willen zijn. Dracula, die heeft wel wat en het monster van Frankenstein. Maar ik zou nog voor zijn miljoen...
Henk, best goed geschreven. Ja, het leuke was, op een gegeven moment hadden wij een promotieboekje, allemaal gratis gekregen. Want alles in het project probeerden we gratis te krijgen. We hebben hierna 20 bekende Nederlanders opgestuurd. We dachten, nou, wat we terugkrijgen, dat zien we wel. Want we wilden laten zien als inspiratie voor het project, maar ook te laten zien dat je met geen middelen, want de film is uiteindelijk met 20.000 euro in 4 jaar tijd geschoten, wilde gewoon laten zien, dit is allemaal mogelijk. We kunnen een Anthony Kamerling krijgen voor de film, die gewoon net zoals onze vrijwilliger is, en die helemaal enthousiast voor Horizonica gaat. En Henk Westbroek, die reageerde terug en die had zoiets van, ja, vet, super, ik wil in jullie film meespelen, maar ik wil dan wel een nummer schrijven, de soundtrack, maar dan moeten jullie wel voor mij een clip maken. Dus wel best iets van, wow, wat gebeurt hier? Weet je, ik heb zin om die film goed te vinden. Ik vind het zo'n aardige gozer, ik heb zin in die film. Ik hoop dat de film ook sympathiek ontvangen wordt. Veel plezier zaterdag in Utrecht. Dank je wel. Dank je wel.